Wat je normaal ziet met reguliere vluchten, die komen aan de terminal, aan de gate, waar je als passagier uitstapt en een bagageterminal loopt. We gaan nu vliegtuigen afhandelen op de polderbaan. En daar moeten we heel snel vliegtuigen kunnen afhandelen. De regeringsleider laten uitstappen, de bagage lossen en de bagage laten afvoeren. Vervolgens gaan we de vliegtuigen allemaal parkeren op die polderbaan. En dat wordt heel nauwkeurig werk voor de mensen van de sleepdienst die daar alle zeilen bij moeten zetten om het allemaal precies pas te maken. Ik vind het een geweldige uitdaging. We hebben alle expertise die we in de jaren hebben opgebouwd binnen KLM hebben op een hoop geschoven om een heel goed concept te maken. Dat doen we met heel veel partijen binnen de KLM en buiten de KLM. Ja, een geweldige uitdaging.